Ja, dankjewel Jan en fijn iedereen te zien. De vraag die aan mij werd voorgelegd is, geloven, dubbele punt, is het verantwoord? Nou, als je daar met een vraagteken erachter, hè, dus als je dat vraagteken stelt, dan veronderstel je al dat het niet vanzelfsprekend is om te geloven. Dan veronderstel je dat er ook kritiek is op het geloof en dat er mensen zijn die zeggen, geloven is helemaal niet verantwoord. Nou, in die situatie zitten wij meer en meer in onze cultuur. We hebben eeuwen gehad dat Nederland en Europa door het christendom gekenmerkt is en gestempeld is. En dat ook al waren mensen niet persoonlijk gelovig, dan kennen ze toch wel die brede christelijke kaders. Maar ja, we komen meer en meer in een situatie waarin die brede christelijke kaders wegvallen en het christendom bevraagd wordt op haar geloof. En daar krijg je persoonlijk mee te maken. Dus ik denk dat apologetiek ook steeds actueler wordt. Nou, wat zijn dan vragen? Wat is dan kritiek op het christelijke geloof? Richard Dawkins, dat is een felle bestrijder van het christelijke geloof. Die begint zijn boek, The God Delusion, vertaald in het Nederlands, de God als misvatting geloof ik. Die begint zijn boek met de opmerking, hij zegt, religie, daar worden we allemaal slechter van. Haal de religie uit de wereld en de wereld wordt beter. Nou, als je dat vandaag zegt in 2016, we denken aan IS bijvoorbeeld. Dat is een radicalisering van een religie. Nou, dat is, dan moet je zeggen, ja, die man die heeft misschien wel gelijk. Denk aan de godsdienstoorlogen die er geweest zijn in Europa. Denk aan de kruistochten. Allemaal in de naam van de religie, gemotiveerd door religie, ook door christelijke religie, is er buitengewoon veel onheil tot stand gekomen. Dus religie is eigenlijk een kwaad, dat is een ziekte, die moet je bestrijden. Het is verschrikkelijk als je religie accepteert in de samenleving. Nou, dat is één aanval op het christelijke geloof en een benadering dat het christelijke geloof helemaal niet verantwoord is. En heel nauw ermee verbonden is, ja, als je christen bent, de christenen denken nogal totalitair en die zeggen van, er is maar één waarheid en de wet van God moet je houden. Dus als christenen, als je die het voor het zeggen geeft, dan mag je helemaal niks meer. Dan worden vrijheden afgenomen. Dus christendom, dat is een bedreiging. En mensen voelen zich ook bedreigd. Een andere reden waarom het christelijk geloof niet verantwoord wordt gezien, is het christelijke geloof is niet wetenschappelijk. Begin ik maar weer bij Dawkins. Dawkins die in dat boek als belangrijke grondtoon heeft en die zegt de evolutie is bewezen. Het evolutiegeloof verhoudt zich niet met de Bijbel. Dus als wij echt willen nadenken, als we wetenschappelijk willen zijn, dan aanvaarden we het evolutiedenken als groot kader waarin we leven en denken. En dan kun je niet de Bijbel serieus nemen. Er zijn natuurlijk christenen die er anders over denken. Er zijn christenen, waar het net even over ging met de Big Bang, die zeggen je kunt christelijk geloof en evolutiedenken met elkaar vereenzelvigen. Maar in die zin is Dawkins heel, heel radicaal. Hij zegt het is of de evolutie is waar, of de Bijbel is waar. Nou, het is al lang bewezen dat de evolutie waar is, dus het christendom, dan moet je echt je verstand op nul zetten. En dan plaats je jezelf buiten de orde van wetenschappelijk denken, dan kun je er niet op rekenen dat je serieus wordt genomen. En heel nauw daarmee verbonden is van christenen die hebben de neiging om heel luid te zijn. Als je iets niet kunt verklaren, dan zeg je gewoon dat heb God gedaan. Denk aan een voorbeeldje als de bliksem, heel, heel voor de hand liggend voorbeeld. Christenen zeggen van oorsprong dat is de stem van God. Nou ja, hoe meer je natuurkundig en wetenschappelijk in kaart kunt brengen, kunt verklaren, hoe minder ruimte er overblijft voor het geloof in God. Dan zie je wel, als we de wetenschap nog wat verder ontwikkelen, dan blijft er helemaal geen ruimte meer over voor het geloof in God. En als je dan wel blijft geloven in God, dan ontneemt je dat de ijver om verder onderzoek te doen. Dus het christelijke geloof is een bedreiging voor wetenschappelijk denken. Christelijk geloof maakt je lui, staat tegenover die wetenschappelijke houding. Een derde reden waarom het niet verantwoord is om christen te zijn, is meer een kentheoretische reden. Moet je denken aan Immanuel Kant.
ik noem maar gewoon even heel grof natuurlijk, maar Immanuel Kant die maakte onderscheid tussen geloven en weten. En hoe vaak horen wij dat niet terug? Je gelooft het wel, maar je weet het niet. Immanuel Kant die zegt, nou, de dingen die we echt weten, daarvan geldt, die kun je meten. He, dat is empirische wetenschap, dat is natuurkundige wetenschap, daar kun je onderzoek op loslaten. En dan krijg je het in de grip, dan krijg je het onder controle. En misschien is er wel een God, kan best wel zo zijn, maar daar kun je toch niet zo stellig allerlei dingen over zeggen. Je hebt wel die Bijbel, maar ja, die Bijbel is toch ook door mensen geschreven? Dan kom je van Kant naar Kuytens, hè? Kuytens die dan de uitspraak heeft gedaan, al het spreken over boven komt van beneden, ook als we zeggen dat het van boven komt. Die Bijbel is toch door Mozes geschreven? En die Bijbel is toch door Paulus geschreven? Natuurlijk, mensen kunnen best iets met God hebben gehad en God kan zich best aan die mensen hebben geopenbaard, maar het is dan toch maar hun interpretatie en hun weergave. En wie bewijst mij nou dat de Bijbel wel waar is en dat de openbaring aan Mohammed, die in de Koran is terechtgekomen, niet waar is? He? Nou, dus als, misschien is er wel een God, je kunt niet zeggen dat het niet is, hè? Dat is een beetje de agnostische positie, maar die christenen met al hun dogmatische stelligheden, die zijn veel te stellig en die zijn veel te zeker. Je kunt er helemaal niet zeker van zijn. Nou, dat is een derde punt waarom het christelijk geloof niet reëel is en niet verantwoord is. En een vierde punt, er zou meer te noemen zijn, maar ik noem er nu eventjes vier. Een vierde punt is, het christelijk geloof is absurd. Als je nou echt gelooft dat God goed is en dat hij almachtig is, nou ja, waarom is het dan vluchtelingenprobleem? En waarom kan IS dan zo vreselijk om zich heen slaan? En waarom is er dan honger in de wereld? En waarom wordt de wereld dan uitgebuit? En de aarde, het milieu, de schepping. En waarom is er dan zoveel antisemitisme tegen het eigen volk van God? Kan God daar niet een klein beetje de rem op zetten en dan een klein beetje meer voor orde zorgen? En dat Die absurditeit, hè, van het christelijke geloof, die concentreert zich helemaal op het geloof in het kruis. Stel je voor, je raakt met je buurman in gesprek en die vraagt, nou, wat geloof je nou eigenlijk? Nou ja, uiteindelijk, we leven in de lijdenstijd, ik geloof dat de Heer Jezus heeft geleden en dat hij aan het kruis is gestorven en dat hij mij verlost van mijn zonden en dat hij deze hele wereld zal verlossen. Nou ja, je hoort jezelf bijna praten, hè? Want jouw buurman die kijkt jou een beetje meewarig aan. Die gelooft echt, joh, in Jezus die aan een kruis heeft gehangen. Die naakte man aan het kruis en jij gelooft dat die de verlosser is van de hele wereld en de hele kosmos. Ja, ik geloof dat hij is opgestaan, zeg je dan. Nou, okay, ik vind het leuk dat je dat gelooft. Maar je kunt toch wel begrijpen dat er bij mij geen vonkje overspringt. Ik zou best wel zo gelovig willen zijn, zei mijn eigen buurman, zoals jij. Maar er bespringt bij mij gewoon geen vonkje over. Ik zie er helemaal niks in. Het is zo absurd dat iemand dan een kruis een verlosser zou zijn. Nou, dan hebt u zomaar vier heel voorstelbare kritiekpunten op het christelijke geloof. Waarom het christelijke geloof niet serieus wordt genomen en het ook onverantwoord is om christen te zijn. Om even bij dat laatste aan te sluiten. Dat is niet van onze tijd alleen, dat is van alle eeuwen. In de vroege kerk, in de eerste periode van het christendom, had je in Rome is er een muurschildering gemaakt op het Palatijn. En daar hangt een ezel aan een kruis. En daaronder staat Alexamenos aanbidt zijn God. Nou, je voelt wat het betekent, hè? Die God van de christenen, dat is een ezel. En die God van de christenen, die laat zich aan een kruis spijkeren. Wat een waardeloze God! Wat een machteloze God. En moet je daar nou onder de indruk van zijn? En moet je daar nou je hoop op stellen? Je bent toch gewoon crazy als je gelooft in een God die zich aan een kruis laat spijkeren. Nou, daar heb je de absurditeit van het christelijke geloof in zijn optima forma. Laten we eens vragen aan Saulus van Tarsen. Zegt Saulus van Tarsen, is het verantwoord om te geloven in Jezus die aan het kruis is gestorven? Saulus van Tarsen, die wist heel goed waarom hij zich met hand en tand verzette tegen het geloof in de gekruisigde Christus.
Hij heeft een mandaat gevraagd om naar Damascus te gaan en christenen gevangen te nemen, omdat hij het godslastelijk vond. En wat, waar scharnierde dat nou eigenlijk om? Nou, God had Jezus aan het kruis laten spijkeren en dat was voor hem het bewijs dat Jezus een verleider was. God kan zijn kinderen laten lijden, hij kan ze op de proef stellen. Ze kunnen allerlei verschrikkelijke doden sterven, een hongersnood sterven, ze kunnen in stukken gezaagd worden, ze kunnen van een stijlte af naar beneden gegooid worden, maar kunnen ze aan een kruis sterven? Er is maar één dood die door God vervloekt is, en dat is de kruisdood. Voel je? Dat voor een Jood, hè, het Joodse denken, dat als Jezus van honger was omgekomen, of als Jezus een zwaard door zijn lichaam had gekregen, dan was de opstanding van de Heer Jezus in die zin voorstelbaar. Maar de opstanding van de Heer Jezus was voor Paulus, Saulus, net hoe hem noemt, was uitgesloten, niet alleen biologisch, maar theologisch. Theologisch was het volstrekt uitgesloten dat als God publiekelijk afstand had genomen van Jezus, nou ja, dat God dan hem zou opwekken zoals dat met een rechtvaardige zou gebeuren. En daarom is Saulus van Tarsus ook zo vol passie, hè? Omdat het is zo godonterend dat als God heeft gesproken publiekelijk aan het kruis en afstand heeft genomen van Jezus, dat dan mensen Jezus gaan belijden en de gekruisigden gaan preken. En Saulus hoeft er helemaal niet over na te denken, hoeft helemaal geen openbaring te hebben. Hij weet gewoon absoluut zeker, ik sta aan de kant van God. En die verschrikkelijke, godonterende lastering, die moet van de aarde verdwijnen. En diezelfde Saulus, hè, die schrijft aan de gemeente van Korinthe: ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Of een hoofdstuk ervoor schrijft hij: wij prediken Christus. Dan zou je gewoon een punt kunnen zetten. Hij zet er een komma. Wij prediken Christus, de gekruisigde. Ja, om dat nog eens extra te benadrukken. Aan de Galatiërs schrijft hij: verre zij het van mij dat ik ergens anders in zou roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld aan mij gekruisigd is en ik aan de wereld gekruisigd ben. En dus als je de prediking, de boodschap van Paulus wilt samenvatten, dan zit je op de golflengte van het kruis. Mag voor de Joden een ergernis zijn, hè, vanwege die vloek van het kruis. Mag voor de ontwikkelde Griek van zijn dagen en van onze dagen een dwaasheid zijn. Maar, een beetje provocerend zelfs, Paulus predikt de gekruisigde Christus. Hoe kan dat? Hij die er zo fel tegen was, hè, wat zo godbeledigend was, die is datgene gaan preken wat hij heeft verworpen. Nou, dan kun je over nadenken van, nou, zo radicaal is bekering, maar je moet er nog ietsje bij zetten. De gekruisigde Christus, die is hem als de opgestane Christus verschenen. Hè, wat voor Paulus volstrekt onmogelijk was en uitgesloten was, daarvan is hij overtuigd. Die opgestane Christus, die heeft hem ontmoet. En die heeft tegen hem gezegd: Saul, Saul, wat vervolg je mij? Een hele crisis in zijn ziel geweest. Hè? Je kent de geschiedenis. In de straat de recht in Damascus heeft hij dat doorworsteld. En datgene wat hij, nou ja, heeft verworpen, dat moest hij accepteren. Daarvan is die in het diepste van zijn ziel overtuigd. Maar je betekent dat dat niet alleen maar een simpele bekering is of zo. Hè, een toe-eigening van het geloof wat je altijd al hebt gehoord. Maar het is een volstrekt ander verstaan van het Oude Testament. Een volstrekt ander verstaan van de Messias. Een volstrekt ander verstaan van God. Een volstrekt ander verstaan van verzoening. Hè. Dus heel zijn wereldbeschouwing moest ondersteboven. En zo is hij terstond Christus, de gekruisigde, gaan preken. Nou, waar scharniert het om? Om de opstanding. De opstanding van Christus, daarmee staat of valt het christelijke geloof. En als je een beetje thuis bent in het Nieuwe Testament, dan weet je dat dit ook de kern was van de boodschap van de apostelen.
Zij preekten met grote kracht dat Christus was opgestaan uit de doden. En dit is even een iets andere toepassing. Ik bedoel, even buiten het strikt apologetische en zo. Maar zou dat in onze levens, in onze opvoeding, in onze prediking ook niet het hart moeten zijn van waaruit wij denken? Hè? Denken vanuit Christus, de gekruisigde, maar wat meer is, die ook is opgewekt, hè? Die de levende Christus is. Dan zit je bij de kern van het christelijke geloof. En dan is de vraag, in apologetisch verband, is dat nou irrationeel, absurd, om te geloven dat Christus uit de dood is opgestaan? Nou, we kunnen het inderdaad niet bewijzen. En jij kunt niet iemand ervan overtuigen dat Jezus is opgestaan uit de doden. Maar je kunt het wel verantwoorden dat Jezus is opgestaan uit de doden. En het is helemaal geen onzin om te geloven dat Jezus is opgestaan uit de doden. En er is een heleboel vooroordeel tegen het christelijke geloof. Nou, op dat terrein kunnen wij puin ruimen en al die onterechte vooroordelen, daar kunnen we best wel over in gesprek. Kijk, wij brengen geen mensen tot geloof. Dat moet je niet denken, moet je niet proberen. Maar we kunnen wel allerlei vooroordelen tegen het christendom aan de orde stellen, daar de vinger bij leggen. En als mensen denken, ja, je bent wel iemand die je hebt geloof op nul, het verstand op nul zet als je gelooft. En dan kun je daar heel rustig van vertellen dat dat helemaal niet zo is. En dat het heel redelijk is om te geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Wat zijn dan de argumenten voor die redelijkheid? Ik zal er twee noemen. Er waren getuigen, mensen, nou ja, zoals Paulus. En die zaten op dezelfde golflengte als al de discipelen van de Heer Jezus. Die hadden hetzelfde theologische probleem, hè, met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Mensen die absoluut het uitgesloten achten vanwege hun theologie, dat Jezus is opgestaan uit de doden, die hebben het geaccepteerd. En die hebben met grote kracht daarvan getuigenis gegeven. Die hebben daar offers voor gebracht, die hebben daar hun leven voor gegeven. Denk je dat dat alleen maar wishful thinking is? Van ja, we wilden zo graag toch nog iets, hè? Dat, hè, dus op zichzelf, het verschijnsel dat mensen die het uitgesloten achten, het met zoveel passie gaan preken, dat moet ons al aan het denken zetten. Maar, je hebt gelijk, als dat het enige was, dan zou je nog kunnen zeggen, nou ja, je weet maar nooit wat er allemaal in de geest van die mensen is gebeurd. En mensen kunnen wel een bevlieging hebben gekregen of een hallucinatie hebben gekregen en noem maar op. Hè. En bij heel veel mensen tegelijk, dat is wel een beetje onwaarschijnlijk, maar oké, dat kan dan allemaal nog. Maar er is ook een leeg graf. Als nou Jezus niet is opgestaan uit de doden. Stel je voor dat het waar is, hè, wat dat Sanhedrin via die Romeinse soldaten de wereld in heeft gebracht, dat Jezus is gestolen door zijn discipelen. Dan moet toch ergens dat lijk zijn. En dan kun je toch een of andere recherche erop afsturen en dan moeten ze toch dat lijk kunnen achterhalen. Het graf is leeg of het graf is niet leeg. Als je dat lijk van Jezus kunt tonen, dan stort het hele christelijke geloof in elkaar. Dat is toch eigenlijk vrij simpel. Dat is niet gebeurd. Niemand heeft dat lijk kunnen vinden. Het graf is een echt leeg graf. Gewoon fysiek leeg graf. Nou, als je nou alleen een leeg graf hebt, dan kun je inderdaad denken, die discipelen hebben misschien dat lichaam wel gestolen en hebben graven, je weet maar nooit. Maar als je nou de combinatie hebt, een leeg graf, en mensen voor wie het niet alleen biologisch onmogelijk was dat Jezus opstond, maar theologisch onmogelijk was, hun diepste overtuiging van de Bijbel, het Oude Testament in hun tijd, dat die mensen het gaan spreken, nou ja, is het dan irrationeel? Is het dan onzin om te geloven dat Jezus is opgestaan? Nee, als je deze twee feiten bij elkaar weegt, is de beste verklaring dat Jezus inderdaad is opgestaan uit de dood. Als dat voor ons het centrum is, hè? Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is de levende Christus. Daar zit nogal wat aan vast. Misschien mag ik ook even reclame maken voor een eigen boekje. Dat is net vorige week uitgekomen. Opgewekt met Christus. Daar probeer ik inderdaad vanuit de opgestane Christus, zowel voor het geestelijke leven, maar ook voor de meer
zeg verstandelijke doordenking, samen dingen wat te doordenken. Heel gewoon eenvoudig level, zeg maar. Maar het is bedoeld als een boekje voor hoofd en hart. Het christendom doordenken vanuit de opstanding van Christus. Nou, daar staat dus ook iets in over wat ik nu zeg. Wat zijn de implicaties, wat zijn de consequenties als Jezus is opgestaan uit de doden? Nou, dat betekent dat wij geen gesloten wereld hebben. He, dat deze wereld niet, ja, moet ik zeggen, alleen maar van natuur, wetten, oorzaken en gevolgen aan elkaar hangt en dat alle dingen vanuit omstandigheden zijn te verklaren. Nee, dan is het dus iets wat daarboven uitstijgt. Iets wat ontglipt, zeg maar, aan de menselijke controle, waar wij geen grip op kunnen krijgen. Toch? Dan is er een ingrijpen van God. Dan is deze geschiedenis niet gesloten, deze wereld niet gesloten, maar dan is deze wereld open. En dan hebben we te maken met een levende God, met een sprekende God, met een aanwezige God, met een handelende God. En als de opstanding van Christus, als dat voor ons als het ware het venster is waar we door naar de werkelijkheid kijken, dan is het ook voorstelbaar dat er een schepping is. En ik kan me best voorstellen dat mensen zo lang mogelijk met evolutiedenken willen meegaan. Maar, omdat je zegt God werkt via middelen enzovoort. Maar het is toch niet uitgesloten dat God heeft gesproken. En het was, hè. Als hij zijn zoon heeft opgewekt uit de doden, als dat het venster is voor de realiteit, ja, dan kan er ook een schepping zijn. En dan kan er ook een herschepping zijn, een wederkomst, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Iets wat niet uit de omstandigheden te verklaren is en niet via natuurwetten te beschrijven is. Dan kan er ook een zondvloed zijn geweest. Dan kan er ook een Bijbel zijn die echt een openbaring is van God, hoezeer die ook in menselijke vorm is verpakt. En dan kan er ook bekering zijn. Is bekering, is komen tot geloof, is dat te verklaren vanuit omstandigheden? Nou ja, wat zullen we meer zeggen? Dan wordt een grassprietje heel bijzonder. Dan zijn we geen deïsten, hè, die zeggen God heeft aan het begin een klok opgewonden en die loopt helemaal vanzelf af. Nee, dan zeggen we God is de aanwezige in de schepping. En dat zag ze mooi in zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus. De almachtige, alomtegenwoordige kracht van God in loof en gras staat daar dan. We hebben misschien het idee, dat kun je wel eens krijgen, hè, door, als we een beetje meer besef krijgen van de kosmos, van die miljarden kilometers en zo, dan heb je het idee, als Jezus nou met zijn opstandingslichaam, waar is hij nou buiten de kosmos? Dan is Jezus wel heel ver weg, hè? Dan is hij onbereikbaar. Maar als het waar is wat de Heidelbergse Catechismus zegt, en er zijn ook een heleboel bijbelteksten die daaraan ten grondslag liggen, hè? Denk even aan Handelingen 17, wat we hebben gelezen bij de opening. Dat wij in hem zijn. In hem ons bewegen. Hij is niet ver van een ieder van ons. Nee, hij vervult de hemel en de aarde. En dus je hoeft niet een reis van miljarden kilometers te maken om bij Jezus uit te komen. Maar hij is de alomtegenwoordige. En zijn almachtige kracht die zit in dat kleine grassprietje. Nou, dan wordt heel je leven anders, hè? En betekent dat dan je verstand op nul zet? Helemaal niet. Een christen die gebruikt zijn verstand, maar die weet tegelijkertijd er zijn grenzen aan het verstand. En het geloof overstijgt het verstand. En dan kom je bij de twee wereldbeelden. Je hebt het wereldbeeld van de, zeg maar even, de materialist, een gesloten wereld, waar alles door de reden omvat wordt, en de reden kan alles onder controle krijgen. Dat is de ene wereld, het ene wereldbeeld. En het andere wereldbeeld is het wereldbeeld van de christen. Dan geloof je dat deze wereld principieel open is. Dat God in Christus de aanwezige is door zijn Heilige Geest. Dat zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Dan ben je niet tegen de reden. Je bent niet irrationeel. Maar je zegt wel, het geloof is bovenrationeel. En het geloof gaat door, hè, waar de reden moet zeggen, hier zitten de grenzen van mijn denken. Voel je?
Ik denk dat wij in onze gereformeerde gezindte, als ik even rondkijk, denk ik dat wij dat meestal zo zo'n beetje zijn. Misschien geldt het ook wel voor andere christenen, baptisten bijvoorbeeld. Maar dat wij een beetje fideïstisch geneigd zijn. Hè? En dat wil zeggen van dat wij eigenlijk dat schema accepteren van je zet gewoon je verstand op nul en dan kun je geloven. Nou, die tegenstelling, daar moeten we ons niet in laten drukken. Hè? Een christen die accepteert geloof en verstand. Hij zegt, het geloof gaat boven mijn verstand uit, maar betekent niet dat mijn verstand op nul wordt gezet. Het geloof is redelijk te verantwoorden. En het geloof zoekt ook naar inzicht, hè? Zoekt naar die redelijke verantwoording. Dus in het geloof is ook je verstand ingeschakeld. En niet uitgeschakeld. Al gaat het boven je verstand uit, hè? Dat is even het dilemma. Nou, dus dat zijn de twee wereldbeelden waarin wij opereren. Hè? Je denkt in een christelijk wereldbeeld, een open wereldbeeld, of je zit in zo'n gesloten wereldbeeld waar alles via natuurwetten uiteindelijk verloopt en waar absoluut geen plaats is voor een wonder en waar absoluut geen plaats is voor de opstanding van Christus, voor schepping en voor wederkomst en voor Bijbel en voor geloof en voor bekering. Nou, kun je deze twee wereldbeelden, kun je die uiteindelijk bewijzen? Nou, uiteindelijk niet. Ze zijn groter dan ons verstand. Dus als we ze zouden kunnen bewijzen, dan zouden ze juist, ja, dan zou het van menselijke orde zijn. Het is maar goed dat je het niet bewijzen kunt, in die zin. Het is niet onder onze controle, we krijgen er geen grip op. Het is groter dan ons verstand. Dat zegt een christen. Maar die materialist met zijn gesloten wereldbeeld, kan hij bewijzen dat dat de ultieme werkelijkheid is? Weet toch? Materialist die heeft toch ook een vooronderstelling? Die heeft toch ook een geloof? Nou, voel je dat je dus niet hoeft aan te laten praten, wij hebben een geloof en jij hebt geen geloof? Het ongeloof is ook een geloof. Nou, dat moeten wij in een gesprek, ja, moet zo uitkomen natuurlijk, hè, maar als het aan de orde is, mag je dat ook aan de orde stellen. Jij hebt een geloof, wereldvisie, onbewezen vooronderstellingen. Ik heb ook een geloof en een wereldvisie en onbewezen vooronderstellingen. Staan we toch kiet? Nou, dan gaan we die twee wereldbeelden, die gaan we eens met elkaar vergelijken. Jij met je gesloten wereldbeeld, alles volgens wetmatigheden. Christen is daar niet op tegen of zo. Misschien moet je wel zeggen zelfs dat het christelijke geloof heel erg pro-wetenschap is. Ik denk dat het niet voor niets is dat het christelijke geloof juist in de westerse wereld, in de christelijke wereld, zich heeft kunnen handhaven. In de Arabische wereld, in China, waren ook heel vroege ontwikkelingen van wetenschap, maar daar is het allemaal ingeschrompeld. En juist in het christelijke Westen heeft de wetenschap zich kunnen ontwikkelen. Dus niet zomaar, ik denk dat daar dit aan ten grondslag ligt. Als je gelooft in de schepper, dan zie je het onderscheid tussen schepper en schepping. En dan kun je ook heel goed voorstellen dat die God alles met orde heeft gemaakt. En dat geeft je interesse om op zoek te gaan naar die orde in de schepping. De schepping is geen spookhuis. En dat God het ene keer zo doet en de andere keer zo doet en vandaag staat ons weer dit te wachten. Nee, er zijn inderdaad wetmatigheden en er zijn inderdaad grondpatronen. We hebben een lente en een zomer en een herfst en een winter en een steen die valt vandaag naar beneden en die kunt erop rekenen dat die morgen ook naar beneden valt. En hij valt morgen niet in één keer opzij of omhoog of zo. Dus dat zijn de wetmatigheden die de schepper, die ordelijke schepper, in zijn schepping heeft gelegd, scheppingsordeningen. Nou, juist als je christen bent, heb je daarvan een heel diepe overtuiging en ga je op zoek om die ordeningen te ontdekken. Christenen zijn wetenschappelijk gemotiveerd en geëngageerd, daardoor gegrepen. En Jan noemde net bij de opening, had ik eigenlijk willen noemen, maar hij heeft het gras voor mijn voeten weggemaakt. Maar die fine-tuning van het heelal, hè? Als de gravitatiekracht toch eens 1% groter was, hè? De aantrekkingskracht tussen de zon en de aarde. Nou, dan zou dus de aarde niet in een constante baan van 150 miljoen kilometer om de zon heen zweven. Maar dan zou die naar de zon toe worden getrokken. Dan zou het dus inderdaad veel te heet worden. En dan zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Als die gravitatieconstante 1% kleiner zou zijn, dan zou
de aarde veel verder bij de zon vandaan raken, dan zou het enorm koud zijn en dan zou er ook geen leven mogelijk zijn. Nou ja, het is een buitengewoon kwetsbaar evenwicht waarin deze schepping is geschapen en hoe God alles heeft ontworpen. Nou, dit is maar één constante in het heelal. Er zijn er wel 50, denk ik. Allemaal van die hele kwetsbare verhoudingen, waardoor er leven op deze aarde, in dit kleine stukje van het onmetelijke heelal, mogelijk is. Nou, is het dan raar om te zeggen van, er is iemand die er even over na heeft gedacht en dat heel intelligent heeft ontworpen? En wat een wonder dat wij dan juist op deze planeet aarde leven. Dus een christen is pro-wetenschap en kan met verwondering bezig zijn in de wetenschap. En je mag ook zeggen, wetenschap heeft veel goeds gebracht. Hè? Denk aan de medische wetenschap, denk aan zijn algemeenheid en techniek, hoef je niet negatief over te zijn. En dieper inzicht, nou ja, denk alleen al aan het heelal en zo, wat weten we er allemaal van? Dat is prachtig als je dat allemaal ontdekt. Ja, het is toch mooi dat onze kinderen op school zitten en dat ze een hele wereld meekrijgen. Dat is toch de wereld van God? Dat is toch de schepping waarin ze worden binnengeleid? Onderwijzers, toekomstige onderwijzers, als die hier zitten. Dat is toch prachtig werk om er elke dag je kinderen in die schepping van God, als het ware bij de hand mee te nemen en te leren hoe de Heer alles heeft gemaakt. Maar moet je niet tegelijkertijd met die materialist, hè, met die gesloten wereld, visie. Moet je daarmee niet in gesprek over wat de keerzijden zijn van de rede op de troon? Nou ja, uitgebuite aarde. Als Afrika op dezelfde ecologische voet zou leven als wij, dan krijg je pas echt een puinhoop, toch, in deze wereld. En we lopen nu al tegen de grenzen van alle grondstoffen aan en van olievoorraden aan. En als nou de hele wereld, die 7 miljard mensen, allemaal op de levensstandaard van ons zouden gaan leven. Weet je dat er nu nog meer slavernij is dan in de hoogtijdagen van de slavenhandel? Al die kindertjes in die donkere fabrieken, die zitten te werken om ons aan goedkope kleren te helpen. Wat hebben wij met de reden op de troon ervan gemaakt? Toen ik hier naartoe reed, had ik even de radio aan, ging het over het syndroom van Down. Hè? Nog meer controlemechanismen en dan kun je nog beter detecteren of iemand een kans heeft om zo'n kind te krijgen. En ja, dan is de druk wel heel groot om zo'n kind uit de weg te werken. En dat is allemaal dat ratio op de troon. Ratio is goed, is van God gegeven. Helpt ons om de dingen te doordenken en te ontdekken. Maar wel op zijn plaats, wel begrensd door het geloof, beheerst door het geloof. Dan is de ratio een zegen. Maar als het omdraait, dat de ratio gaat heersen over het geloof, ja, dan wordt het een tiran en dan wordt het een dictator en dan is het een vernietigende kracht. Voel je? Ja. Dit kunnen wij toch met onze medemens, die in zo'n materialistisch wereldbeeld gevangen zit, zou ik maar zeggen, zo zie ik dat dan, en niet vrij is, daar kunnen we toch mee in gesprek. Nou, en Henk Bakker had het over de christelijke hoop. Had ik ook iets van willen zeggen. Dus een christen is die gelooft in Christus, die gelooft in de opgestane Christus. Nou, daar gaat het meestal over in de preken, denk ik. Hè? Geloof, geloofsrelatie, geloofsverbinding, geloofsgemeenschap, geloofsnut, zeg maar. Wat heb ik nou in Christus? Wat betekent dat voor mij? Vergeving van zonde, eeuwig leven en zo. Maar die christelijke hoop die komt er bij ons wel eens een beetje mager af, naar mijn besef. En dat betekent, als Christus is opgestaan, als hij ja, de nieuwe schepping is, ik denk aan 2 Korinthe 5, 17, dat vind ik een geweldig fundamentele tekst in de Bijbel. Hè? Indien, wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Niet alleen maar, die heeft een geestelijk spiritueel leven of zo. Nee, die is een nieuwe schepping. Want Christus is de eerstgeborene van die nieuwe schepping. En je bent één met die Christus. Dan deel je in die nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet het, is alles nieuw geworden. Nou, dat betekent dat er nog een geweldig perspectief ligt. Hè? Alles wat in Christus vervuld is, dat moet nog een keertje onthuld worden. Het is nu verhuld.
Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Bijbeltekst. Dus er komt een moment, de wederkomst van Christus, hè, dat al die gordijnen worden weggeschoven en dat datgene wat in Christus is, dat dat onthuld zal worden. We weten er maar heel weinig van, maar we weten er genoeg van, hè, om er naar uit te zien. Niemand zal daar zeggen, ik ben ziek. Daar zal eindelijk gerechtigheid zijn. Dat betekent ook dat alle dingen recht gezet worden, hè, op de jongste dag. Er gaat geen onrecht uit families, uit kerken, uit de politiek, uit bedrijven en scholen mee naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. God zet alle dingen recht. Dat is aangrijpend, hè? Daar kun je heel diep over nadenken. Alle dingen worden rechtgezet, als ze op aarde niet zijn rechtgezet. En als jouw onrecht wordt aangedaan, hè, dan is dat een geweldige troost. Artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is. En dat eindigt ermee, hè. Wij verwachten die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten al de beloften van God in Christus. Nou, dat is het wereldbeeld van een christen. En dat geeft toekomst, hè. Dat geeft uitzicht. Onze wandel is vandaag al in de hemel. Hè? Ons burgerschap is in de hemel. En van waar wij ook de zalig maken verwachten. Die ons vernederd lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig maken zal. Is het verantwoord om te geloven? Ik zou het omdraaien. Het is onverantwoord om niet te geloven. Eén voorbeeldje. Laatste. Mozes. Die zag de verdrukking van Israël in Egypte. Afschuwelijk toch? Je eigen vader, die grauwe steenovens, afgemarteld, afgeranseld. En hij zag de wilde, de rijkdom, de cultuur van Egypte. En dat lag allemaal aan zijn voeten. Hij keek er niet op een afstandje van, maar hij deelde daarin. Het was zijn toekomst. Nou, als je die twee nou met elkaar vergelijkt. Israël, veracht, slavernij. En Egypte aan de andere kant. Nou, dan kies je toch voor Egypte. Maar Mozes die koos anders. Hè? Liever met het volk van God smadelijk behandeld te worden, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Moet je verstand op nul zetten om te geloven? Nee, alleen de gelovige, die heeft pas echt verstand van de dingen. En die ziet de dingen in de juiste perspectief. En die ziet wat deze geschiedenis waard is. En die ziet wat er allemaal in Christus is. En wat er in Christus onthuld zal worden. En die zegt van Egypte, vandaag, weg wereld, wegschatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren en de gekruisigde Jezus verkoren om zijn eigendom te zijn. Ik dank je wel.